Deze parkeerautomaat op de Burgemeester de Raadsingel is één van de 125 die vandaag buiten gebruik zijn gesteld. Een kap moet voorkomen dat het apparaat wordt beschadigd door vuurwerk. Het is voor het eerst dat alle parkeermeters worden uitgeschakeld. Voor de oude apparaten waren niet voldoende kappen. Vandaar dat voorgaande jaren slechts een deel van de meters rond de jaarwisseling buiten werking was. Met als gevolg dat er toch zo'n 10 tot 15 apparaten door vuurwerk werden vernield. Volgens de dienst Stadsontwikkeling zijn de reparatiekosten hoger dan het bedrag dat de gemeente misloopt door een paar dagen iedereen gratis te laten parkeren. Op 3 januari worden de kappen verwijderd en moeten weer worden betaald voor een parkeerplek.